Fietsers kunnen weer over de Veilingweg in de Lier rijden. De weg was ruim een jaar dicht. Het aangrenzende bedrijf is eigenaar van de weg en dus heeft de gemeente er geen zeggenschap over. Na tussenkomst van verkeerswethouder Meijer is besloten om de weg eerst voor fietsers op te knappen. Later kan er ook weer bestemmingsverkeer overheen. Zo dames, de weg die is weer open. Wat vind je ervan? Het is wel fijn, want hier is de weg breder, dus het is minder druk met de auto's en je hoeft niet uit te wijken voor de auto's, dus dat is wel fijner. De naastgelegen kanaalweg is gevaarlijk voor fietsers. Er zijn zelfs al naar school gaande kinderen in het water beland. Dat lijkt met het opnieuw openstellen van de Veilingweg verleden tijd.